Dus ik ben gaan vloggen en Snapchat uitgeprobeerd en Hives, ICQ. We gaan echt begin zero's zitten we nu. Maar dat heeft altijd al mijn interesse gehad en ook de techniek. Op een gegeven moment ontdekte ik dus de podcast. En ik vond het zoiets wonderlijks, want de eerste podcastaflevering die ik luisterde, ja, dat deed, ik weet niet hoe het werkt, maar daar zou echt eens iemand onderzoek naar moeten doen. Maar het doet iets in je brein. Het blijft hangen. Volgens mij is jouw verhaal ook dat je op een gegeven moment met je laptop rondliep om maar zoveel mogelijk podcastafleveringen te luisteren. Het deed iets bij me en dat fascineerde me. Eigenlijk tot op de dag van vandaag, want in begin 2019 ben ik dan zelf begonnen met podcasten. Ja, er is gewoon geen dag voorbij gegaan sinds ik er niet één maakte, sinds ik er niet over las, nadacht, sinds ik anderen er inmiddels bij help. Dus ja, dat hele podcast is echt blijven hangen, maar het doet iets. Het is magic.